Noord-Iers kasteel. Protesterende studenten in Jakarta. Asielzoekers in de regen. En vliegtuigen, veel vliegtuigen, boven Schiphol. De beelden van 1998. Dit jaar worden ze ingeleid door spraakmakers uit de Nederlandse media. Om te beginnen door Wim de Bie. Ja, heel gek. Ik had ze nog nooit in het echt gezien, alleen op tv. In de gemeente waarin ik woonde zie je ze niet. Dus ik heb net eens zo'n centrum bezocht, maar dat kan echt niet hoor. Veel te kleine hokjes. Ze leven soms met z'n vieren in één hokje van 2 bij 3 meter. En ze mogen niks. Ze mogen niet werken. Terwijl asielzoekers, die willen net als wij, die willen uitwinkelen. Autootje, vliegvakantietje. Die willen ook lekker rollenbollen in het geld. Maar ze zitten daar maar, in die hokjes. Of erger nog, in tenten. En we geven ze te eten. Maar het is vaak voedsel dat ze niet lusten. En na 2, 3 jaar schoppen we ze eruit. Ik weet niet hoe ik het mijn kinderen uit moet leggen, hoor. Maar begrijp me goed, ik wil niet die pensioenhouders en die feestentverhuurders en die bakkers en al die leveranciers die er geld aan verdienen, die wil ik niet naaien. Die moeten natuurlijk schadeloos worden gesteld. Maar ik wil gewoon, ja, een totale mentaliteitsverandering op gang helpen. Hè. Ik wil dat u en ik, geldt voor mij net zo, dat we erover praten. Want dit kan niet. Dit kan echt niet. Opgejaagd door fotografen op de Ermeloze Hei, het tentenkamp dreigt een monument van nationale schande te worden. Regenwater in overvloed, maar douches zijn er niet. De beelden van asielzoekers in de zompige modder roepen veel weerstand op. Hoewel de vluchtelingen zelf reageren vaak mild. Maar dat wacht, ja, welke wacht, Amadim, Benja, Barmagoftanke, Shema. به حساب میرین در زیر خیمه ولیکن ما باز هم به می خوش بودم بخاطر چی؟ بخاطر ازی که ما اقلا اصاب ما آرام بود بخاطر ازی که ما خودم به حساب در امن هستم مثلا فامیلم که امرای آمده اینا در امن هستن امنیت هست امیقه که به حساب ما زنده میمانیم به می بسیار خوش بودم Wajidoula Jarmand is bepaald niet de enige die zich in Nederland aanmeldt. De eerste problemen dienen zich in april aan. Vluchtelingen die tijdelijk in bungalowparken zijn ondergebracht, moeten daar weg omdat het vakantieseizoen weer begint. Mensen die bij familieleden terecht kunnen, krijgen geld mee als tegemoetkoming in de onderhoudskosten. In de eerste helft van het jaar stijgt het aantal asielzoekers met 40% tot bijna 20.000. Het COA, het Centraal Orgaan Asielzoekers, zoekt naar oplossingen. Zo staat in Venlo een Bijlmer-achtige flat leeg en daar kunnen 2000 mensen terecht. Maar omwonenden zitten daar niet op te wachten. Asielzoekers zullen hier niks aantreffen, alleen maar oorlog. Nou, laat ik u zeggen dat wij overrompeld zijn. 2000 asielzoekers in, in dat gebouwencomplex achten wij op dit moment een onmogelijk aantal. Onder meer onder druk van een handtekeningactie verdwijnt het plan inderdaad van tafel. De eigenaar, een projectontwikkelaar, hoopt er alsnog luxe appartementen van te mogen maken. De bisschoppen komen met een herderlijk schrijven met een oproep om economische asielzoekers toe te laten. Bijvoorbeeld mensen uit Oost-Europa die helpen met oogsten. Maar het is aan dovemans oren gericht. Een verruiming van de regels is onbespreekbaar voor het kabinet. Er komen wachtlijsten. En in Leiden, op de stadscamping, vereist een grote tent met ruimte voor 180 mensen. Maar de toestroom is zo groot dat in korte tijd alle opvangmogelijkheden weer uitgeput zijn. Het ministerie van Defensie biedt hulp aan. Tientallen tenten verrijzen op de hei in Ermelo. Het kamp blijft uiteindelijk maar 8 dagen staan. De politiek bedenkt zich. Ik wist en ik weet dat dat voor een week zou zijn om dat op die manier te gaan doen. Dat Defensie ons zo lang zou helpen. We zijn dus nu ook aan het kijken nog naar andere mogelijkheden. Ik wist overigens niet vorige week dat het zo ontzettend zou gaan regenen.
Het regent ook in Heumensoord bij Nijmegen. Daar wordt in 2 dagen tijd een nieuw kamp uit de grond gestampt. Een groep vluchtelingen wordt demonstratief achtergelaten in de bossen bij Nijmegen. Vluchtelingenwerk Nederland wil zo discussie uitlokken over deze groep. Mensen die via een Schengenland zijn binnengekomen en hier daarom niet opgevangen worden. En zo worstelt Nederland verder met het asielbeleid. De regels worden aangescherpt, maar velen wagen toch de gok. Dit jaar 48.000 mensen. Naar verwachting zullen volgend jaar 67.000 mensen asiel vragen. Mensen zoals Wahidula, zijn moeder en zijn zus. Mensen met een verleden, met hoop en dromen. Orzoi buzurgima amiaste ke mame khaym baisabe ek zindagi nave dashta bashum dega. Bas. Door de wet op de partnerschapsregistratie kunnen homoseksuelen eindelijk trouwen. Zangeres Sugar Lee Hooper en haar vriendin horen bij de eerste paren die elkaar het jawoord gaven. De belangstelling voor de partnerschapsregistratie blijkt groter dan verwacht. Tot juli laten 2600 paren zich registreren, waarvan 1800 homoparen. Veel homo's zien registratie als een tweede klas regeling. Maar heeft Paars 2 inmiddels beloofd, ook het burgerlijk huwelijk zal worden opengesteld voor homoseksuelen. Homoparen moeten ook het recht op adoptie krijgen, vindt het kabinet, maar dan alleen voor Nederlandse kinderen. In de Italiaanse Dolomieten stort een kabelbaancabine neer nadat een Amerikaanse straaljager de kabel heeft geraakt. Alle 20 inzittenden, onder wie een Nederlandse vrouw, komen om. De Italiaanse regering beschuldigt de piloten van crimineel stuntwerk, maar de bemanning ontkent en zegt dat de hoogtemeter niet werkte. Later blijkt dat ze te snel en te laag hebben gevlogen. En ze worden schuldig bevonden. De piloot en zijn navigator verschijnen komend voorjaar voor de krijgsraad. Oudejaarsrellen in Groningen blijken de opmaat voor een ernstige crisis op justitie. Een rapport over het gebrek aan gezag in Groningen wordt opgesteld door bureau Bakkenist. Al snel blijkt dat procureur-generaal Steenhuis daar een bijbaan heeft. Een onderzoek naar belangenverstrengeling volgt. Het conflict escaleert als de PG's onder leiding van dokters Van Leeuwen openlijk rebelleren tegen minister Zorgdragen. Ze willen de publicatie van het rapport over Steenhuis uitstellen en dreigen met een kort geding. Een fikse rel is het gevolg. Premier Kok is woest. Minister Zorgdrager is haar gezag kwijt. En super-PG Dokters meldt zich ziek. Schande. In februari krijgt hij zijn ontslag. Zorgdrager mag de rit uitzitten. Ze is gefrustreerd. Haar ambtenaren zouden haar kapot hebben willen maken. Een ware Titanic-rage slaat toe. In de bioscoop breekt de film over de beruchte scheepsramp alle records. Sommigen bezoeken de film wel 10 keer. En alle schoolmeisjes lijken verliefd op hoofdrolspeler Leonardo DiCaprio. En terwijl in Engeland oude telegrammen van passagiers worden geveild, wordt in Duitsland de allereerste versie van een Titanic-film uit 1912 gevonden. Niemand is meer verbaasd als Titanic een recordaantal van 11 Oscars wint. Ook kijkt de hele wereld toe als in augustus de achtersteven van de echte Titanic wordt geborgen. En de Oscar gaat naar de Netherlands voor character. Ook Nederland krijgt een felbegeerde Oscar voor de film Karakter naar het boek van Bordewijk. Het is de 3e keer in 12 jaar dat een Nederlandse film een Oscar krijgt als beste buitenlandse film. Regisseur Mike van Diem kan zijn geluk niet op. Look what I got. Yes! Ook uit de toekenning van andere prestigieuze prijzen blijkt dat de internationale belangstelling voor de Nederlandse film stijgt. Een zwerm spreeuwen strijkt midden januari tijdens het zachte winterweer neer in Kinderdijk. De vogels hebben een meerdaags verblijf bij de toeristische toplocatie in de West-Alblasserwaard. De spectaculaire beelden werden uitgezonden door televisiezenders over de hele wereld. Ik lees u voor uit de Vandalen, het groot woordenboek der Nederlandse taal.
Dit is de 11e herziene druk. En die is uit 1984. Sigaar. Meervoud sigaren. 1. Rolletje vast in ingewerkt tabak. Van een dekblad voorzien. Bestemd om gerookt te worden. Een sigaar opsteken. Onder een sigaar iets bespreken. Terwijl men een sigaar rookt. Sigaren uitdelen. Berispingen geven. Ook wel genoemd een standje. Een sigaar krijgen. Dan krijg je een standje. Nabootsing van wat de vorm heeft van een sigaar. Als onder 1 een chocoladesigaar. En ten derde het mannelijk lid. De sigaar zijn. Er tegenaan lopen. Ook de schuld krijgen. En hier staat zelfs al de lul zijn. 1984. Ik citeer. Monica Lewinsky, volgens sommigen een behaagzieke puber met een oogje op de machtigste man ter wereld. William Jefferson Clinton loog en bedroog en maakte zo de zaak alleen maar erger. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false. In de rechtszaak van Paula Jones tegen de president, waarin ze hem beschuldigt van ongewenste intimiteiten, worden zowel Clinton als ex-Witte Huisstagiaire Lewinsky verhoord. Beiden ontkennen onder ede dat ze een seksuele relatie hadden. Toch worden de geruchten daarover, om te beginnen op internet, steeds hardnekkiger. Het is niet de eerste keer dat het huwelijk van de Clintons bedreigd wordt door escapades van Bill. Gewend aan de dunne scheidslijn tussen politiek en privé, neemt Hillary het op voor haar man. Bill and I have been accused of everything, including murder, by some of the very same people who are behind these allegations. Linda Tripp krijgt in vertrouwen van haar vriendin Monica alle intieme details te horen over haar bezoekjes aan de president. Ze neemt de telefoongesprekken op band op. In het Amerikaanse congres verliest de president aanzien. Zijn gezworen politieke vijanden, onder aanvoering van de republikeinse voorzitter Newt Gingrich, ruiken bloed. Later in het jaar zijn er parlementsverkiezingen. De speciale aanklager Kenneth Starr gaat uit van meineed van de president en Lewinsky. Uiteindelijk sluit Monica een deal met de aanklager. Ze bekent en Starr belooft haar niet te vervolgen. Niet veel later getuigt Clinton voor de speciale aanklager. Er zit voor de president weinig anders op dan uit te komen voor zijn affaire. Diezelfde avond bekent hij voor het Amerikaanse volk. I misled people. Including even my wife. I deeply regret that. Toch blijft Hillary haar man steunen. De aanklager stuurt een paar weken later zijn vernietigende rapport naar het congres. De politiek gaat zich er nu vol tegenaan bemoeien, zeker nu de verkiezingen naderen. De Republikeinen maken het rapport alweer via internet openbaar. Maar intussen blijkt het publiek de affaire moeten zijn. De kiezers straffen de Republikeinen af bij de parlementsverkiezingen in november voor hun vasthoudendheid. Dat kost hun leider de kop. I totally underestimated the degree to which people would just get sick of 24-hour-a-day talk television and talk radio, and then the degree to which this whole scandal became just sort of disgusting by sheer repetition. Toch krijgen de tegenstanders van de president er nog geen genoeg van. Kort voor kerst draagt het Huis van Afgevaardigden onder aanvoering van de Republikeinen Clinton bij de Senaat voor impeachment. Maar de eensgezindheid in het democratische kamp groeit. De Democraten staan pal achter hun president. I'm proud to present to you my friend, America's great president, Bill Clinton.
Na 32 jaar onderdrukking en corruptie kwam er een einde aan het bewind van de Indonesische president Suharto. Aanhoudende protesten, die eindigden in bloedige rellen waarbij 1200 doden vielen, luidden zijn ondergang in. Maar wat betekent het aftreden van die president? Is de weg naar democratie nu definitief ingeslagen? Wat is het land eigenlijk opgeschoten met het vertrek van de grote baas? Betty Lamers ging voor het jaaroverzicht terug naar Indonesië. Indonesië, in potentie een rijk land, krijgt een flinke klap van de economische crisis in Azië. Het land wordt met ijzeren hand geregeerd door de 77-jarige ex-generaal Suharto. Er zijn duizenden politieke gevangenen, mensen uit de vakbeweging, journalisten, studenten. Wie de machthebbers kritiseert, verdwijnt achter de tralies of wordt vermoord. Het is de economische crisis die de aanzet is voor de bevolking om de straat op te gaan. Suharto en zijn partij doen of er niets aan de hand is. IMF-hotshots reizen af en aan, bieden miljarden steun. Suharto laat zich voor de zevende keer kiezen als president. Maar de mensen hebben na 32 jaar genoeg van Suharto, die een van de rijkste mannen van de wereld is. De studenten krijgen steun van de massa en belangrijker nog, zo lijkt het, van de internationale media. De strijd wordt uitgevochten voor het oog van de hele wereld. Het is nog steeds niet duidelijk wie de opdracht gaf om te schieten. Het is connected with the people who have power. Het is connected of the authority, so it's very difficult to find to open these cases. De dag na de beschieting van de Trisakti Universiteit zijn rellen. Alles wat geassocieerd wordt met rijkdom, met Suharto, wordt kort en klein geslagen. De volkswoede richt zich vooral op de Chinezen, die de middenstanders zijn en de gestegen prijzen moeten doorberekenen. De politie kijkt toe. 1200 mensen komen om. De Chinese wijk Glodok werd het zwaarst getroffen. Zo goed en zo kwaad als het kan, hebben de bewoners de draad weer opgepakt. Wie geld heeft, bouwt de winkel weer op. Maar de meesten hebben geen geld. Deze vrouw heeft met een paar planken een kleine warung gebouwd, pal voor de deur van wat vroeger haar winkel was. De situatie is uitermate gespannen. Het leger zou scheuren. Keurtroepen zouden de macht willen grijpen. Het parlementsgebouw in Jakarta wordt dagenlang bezet gehouden door duizenden studenten. Die krijgen, naarmate het langer duurt, steun van oppositiepartijen, van hoogleraren en advocaten, van bankpersoneel, van de gevestigde orde. En dan geeft Suharto op, geeft de 77-jarige machthebber het estafettestokje door aan zijn vicepresident Habibi. Feest bij de studenten die het parlement bezet houden. Maar ze zijn achterdochtig. Habibi is een kloon van Suharto, zeggen ze. We will stay here until Habibi down. Step down. De sfeer bij het parlement wordt grimmig als fanatieke moslimjongeren op het terrein verschijnen. Ze zeggen Habibi te steunen. Militairen komen tussen beiden. Maar het blijkt later het zijn te zijn
om het parlement te ontruimen. En dan is het afwachten. 32 jaar lang had dezelfde clan de macht. Wat doet Habibi? Om te laten zien dat hij anders is dan zijn voorganger, laat Habibi een paar bekende politieke gevangenen vrij, zoals Pakpahan en Sri Bintang. Maar de meeste mensen blijven achter de tralies. Er worden verkiezingen aangekondigd. Well, I doubt that the general election itself will occur, because you know, our parliament who discusses this kind of laws, and also the government who design that laws are not legal according to people, according to the students and according to myself. Tussen de oprispingen door lijkt het leven in Jakarta zijn gewone gang te gaan. Op het eerste gezicht is er niets aan de hand. Dit is ook een normaal straatbeeld geworden. Tienduizenden militairen wonen al wekenlang op straat. Ze moeten een paar keer per dag in de benen, want de studenten demonstreren nog vrijwel elke dag. Ze willen dat Suharto berecht wordt. Dat hij zijn enorme vermogen, geschat op 80 miljard gulden, teruggeeft aan de bevolking. Selama masa transisi pergantian rezim ini, itu terjadi banyak sekali. Dan banyak kasus-kasus menumpuk sampai sekarang belum ada yang terungkap dengan tuntas. Dan makanya kita di sini tetap berjuang untuk memperjuangkan penegakan HAM khususnya dan penegakan demokrasi di Indonesia. Steeds weer ontaarden vreedzame demonstraties in gevechten. De onrust wordt georganiseerd. Het leger maakt een verdeelde indruk. Half november heeft een eenheid duizenden stokken uitgedeeld aan moslimjongeren. En dus komt er opnieuw onrust. This is a violence which is created by political powers. If I name any names without evidence, that would be slander. It would be very dangerous for me. But it's got to be somebody who has an interest in capturing or maintaining some of the power. It's somebody very close to the top leadership in the country. 7 juni is de datum voor vrije verkiezingen. Maar het parlement dat de verkiezingen moet voorbereiden bestaat uit afgevaardigden die nog benoemd zijn door Suharto. Frankrijk verzet zich tegen de benoeming van Duisenberg. Denkt u dat u het redt? Dat weet ik niet. Ik denk dat het nog wel lastig wordt. Ja. Moeilijk? Ik denk het wel. We mikken nog steeds op binnen, hoor. En Duisenberg wordt de eerste president van de Europese Centrale Bank. Zwei ganz ungewöhnlich hartes Ringen. Er zijn meer internationale successen. Het internationale strafhof komt naar Nederland. Net als het hoofdbureau van Interpol. En Nederland krijgt een felbegeerde zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Het ondenkbare is dus gebeurd. Om 3 uur vanmiddag is Marc Dutroux ontsnapt. Marc Dutroux, hier op archiefbeelden, wist er vandoor te gaan toen hij werd binnengebracht in het justitiepaleis in Neufchâteau. Marc Dutroux kon gistermiddag zonder enig probleem naar buiten rennen. Dutroux werd gisteravond laat weer naar zijn cel gebracht. Hij kan van nu af aan rekenen op een aanzienlijk scherpere bewaking. Demonstranten besteeg zojuist de trappen van het paleis van justitie in Brussel. Want de ontreddering waarin België opnieuw door Dutroux is terechtgekomen is nog steeds enorm. Ook al rollen er nu voor het eerst politieke koppen. Dat de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie mij verzocht hebben hun ontslag aan de koning over te maken. Het kabinet De Hane blijft dus, want het zitvlees van de Rooms-Rode Coalitie is taaier dan de volkswoede van de Belgen. Het Doñana natuurgebied in Zuid-Spanje. Er breekt een dam door van een zwavelijzermijn en giftig slib stroomt de delta in. Het zal jaren duren voordat de natuur zich heeft hersteld.
aftellen in India, waar de eerste kernproeven worden gehouden. India beschikt vanaf dit moment over kernwapens. Amerika reageert met een boycot en waarschuwt tegen een kernwapenwedloop. Call on India to announce that it will conduct no further test. I also urge India's neighbors not to follow suit. Maar India's erfvijand Pakistan slaat alle waarschuwingen in de wind. Al heel gauw heeft ook Pakistan zijn eigen atoombom. Grote man achter het Pakistanse kernwapenprogramma is Abdul Gawadir Khan, die in de jaren 80 in Nederland spioneerde. Treinramp bij het Duitse plaatsje Eschede. Er zijn meer dan 100 doden en meer dan 200 gewonden. De trein vliegt met een snelheid van over de 200 km per uur uit de rails en vouwt zich op tegen het viaduct. Er gaat een schok door Duitsland. De moderne hoge snelheidstreinen worden als de veiligste ter wereld beschouwd. Maar er is iets met de wielen. Na onderzoek blijkt dat een gebroken wiel er de oorzaak van is dat de trein is ontspoord. Pol Pot sterft. Hij heeft de dood van miljoenen Cambodjanen op zijn geweten. In de jaren 70 heeft het schrikbewind van de Rode Khmer de steden totaal ontvolkt. Intellectuelen en iedereen die enige scholing had of zelfs maar een bril droeg, werd vermoord of moest dwangarbeid verrichten op de beruchte Killing Fields. Er zijn nog pogingen ondernomen om Pol Pot te berechten, maar hij stierf, ver weg en verlaten door zijn voormalige krijgsmakkers als vluchteling in het Cambodjaanse oerwoud. A, letter. Als klank de eerste der klinkers, als teken het eerste van het ABC. Je 40 banden, 45.000 bladzijden, 1,5 miljoen citaten erin opgenomen. Ongeveer of tegen de 500.000 woorden behandeld. En de totale lengte ongeveer 2 keer de hoofdredacteur. Toen taalkundige Matthias de Vries in 1851 de opdracht kreeg een alomvattend woordenboek der Nederlandse taal samen te stellen, dacht hij daar 25 jaar voor nodig te hebben. Maar het duurde 120 jaar langer. 1 CD-ROM, oftewel 40 dikke banden, bevatten het Nederlands van 1500 tot 1921. Het grootste woordenboek ter wereld werd in ontvangst genomen door de twee monarchen van het kleine taalgebied. Moderne mensen weten wat ze willen. Moderne mensen willen weg. Van hiero daar naartoe. Van A naar B. Met z'n allen in een autootje. Dringen. Dus dat moet mooi zijn in B, denk je. Maar die van B, die weten beter, die gaan met z'n allen juist naar A. Of nog wegger. Naar Schiphol. Met een vliegtuig. Dat is het wegst. Totdat ze weer thuis komen. En thuis, dat is waar je bent als je niet weg bent. Vaak is dat ver van Schiphol, maar er zijn mensen die wonen vlakbij. En toch klagen over het lawaai. In Den Haag, daar horen ze liever vliegtuigen dan klagen. Dus Schiphol moet blijven, vinden ze. Die mensen moeten maar weg. En dat willen die mensen niet. Alle moderne mensen willen weg, alleen zij niet. Zeker niet modern genoeg. En de Stichting Natuur en Milieu hebben het overleg met minister Netelenbos over de milieugrenzen van Schiphol opgeschort. Het overleg zou morgen plaatsvinden. De milieuorganisaties zijn boos over de kabinetsbeslissing om Schiphol te laten groeien. Ze voelen zich overvallen en hebben acties aangekondigd. Zich bezorgd maakt. En net als iedere Nederlander heeft men natuurlijk het recht om te demonstreren. Het is voor niemand meer te volgen. Ik zei nu net, misschien zijn er nog 7 Nederlanders, waarschijnlijk zijn het er nog minder. Het is voor niemand meer te volgen wat wij aan het handhaven zijn. Intussen heb ik het ook geweldig de pest in.
Dat zeg ik heel eerlijk. Meer vliegen en minder herrie gaat nou eenmaal niet samen. Nou, het geknoei met de cijfers van de laatste weken onderstreept dat alleen nog maar eens. Het fileprobleem wordt nauwelijks kleiner als de regering rekeningrijden invoert. Meer flexibele werktijden zou een betere oplossing zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Verkeer onder zakelijke fileresten. We zien in de Randstad vooral nogal agressief rijgedrag, met name in de spits. Het doel van deze maatregel is dat het verkeer hier beter gaat lopen, dat we de capaciteit van de weg beter gaan benutten. Wij zijn hiermee begonnen omdat de meest rechte verbinding tussen Velzen en Amsterdam gewoon een rechte lijn is. En dit kanaal is een rechte lijn. En daarmee kunnen we veel sneller en dus ook veel beter vervoer bieden dan met de auto. De milieubeweging ziet nergens in Nederland mogelijkheden voor uitbreiding van de luchtvaart. Niet op het land en ook niet in de Noordzee. Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie zeggen dat in reactie op onderzoeken naar de groeimogelijkheden van de luchtvaart. It's total nonsense. You have to kill them, have to kill them. But they need to be very strict. If they do one time, they will never do it again. De KNVB wil spoedoverleg met premier Kok. Hij moet meezoeken naar een noodoplossing voor de Real Madrid en Juventus supporters die volgende week woensdag naar Amsterdam willen komen voor de finale van de Champions League. Schiphol heeft laten weten dat het geen ruimte heeft voor de vluchten uit Madrid en Turijn. Helaas niet. Want het is natuurlijk doodzonde op zichzelf. Dat je met zulke mooie evenementen moet zeggen van, ja ho, in Amsterdam kan er van alles niet. Het is slecht, het is heel slecht voor ons. Niet alleen voor het voetbalgezicht, maar vooral voor ons als evenementenorganisatie. Schiphol wordt zo langzaam het stiefkind van de politiek in Den Haag. Iedereen heeft er van alles over te zeggen, maar als het punt van beslissen aankomt, het altijd afweten. En dat is heel schadelijk voor ons land. Het is inderdaad zo, de autowegen stoppen bij de Limburgse grens. En dan pretenderen wij als Nederland de grote mainport toegang te zijn voor Europa. Nee, het is een gesloten deur. We zullen de komende week de lobbymachine goed laten werken om ervoor te zorgen dat de brug naar Noordoost-Nederland, en dat is dit gebied, adequaat wordt bediend. Er was veel te genieten dit jaar voor de sportliefhebbers. Grote evenementen als de Olympische Winterspelen in Nagano en het wereldkampioenschap voetbal in Frankrijk. Toch was het niet alleen feest. Het leek wel of een sportevenement dit jaar niet compleet was zonder incident. Vlak voor de Spelen wordt bekend dat prins Willem-Alexander lid wordt van het IOC. Het leidt tot verbaasde en gefrustreerde reacties. Naast de stoel van verbazing, dat kan ik u wel zeggen. Ja, zo word je afgeserveerd, ja. En tot de affaire Huibrechtse. Ik kan met nadruk zeggen dat ik geen van de genoemde woorden in de mond heb genomen. Dit is verteld en het is opgeschreven. En Huibrechtse heeft natuurlijk dat teruglezend gedacht. Mijn god, wat heb ik gedaan? Ik zou dolgraag een mes in mijn rib hebben gehad. Dan was ik er aanzienlijk beter aan toe. Huibrechtse treedt af als voorzitter van NOC-NSF. In oktober oordeelt de rechter dat het Volkskrant-artikel onrechtmatig was.
De verkoop van WK-kaarten is een puinhoop. Veel supporters gaan op de Bonnefoy naar Frankrijk en betalen zich blauw. 1000 gulden de man. Dus neem de wedstrijd voor alle zekerheid op, hè? Een pilotenstaking is net op tijd voorbij, maar veel voetbalpret wordt verknald door hooligans. Vooral Britse en Duitse supporters misdragen zich. Ze schoppen een agent in coma. Nederlandse supporters gedragen zich voorbeeldig. Ook als Oranje in de halve finale verliest van... De Tour wordt geheel overschaduwd door een dopingaffaire. Al na een week moet Festina afstappen. Maar ook TVM-ploegleider Priem en arts Michailov worden opgepakt. Over wielrennen zelf gaat het dan al lang niet meer. Maar je geniet nog? Nee, jij? De renners worden van hun bed gelicht voor een onderzoek. Ze konden geen buisjes vinden voor het bloed te trekken. Ze konden het niet verzegelen. Het was heel amateuristisch. De wielrenners zijn het zat. Ze staken een paar keer en de rugnummers gaan af. Steeds meer renners stappen af. Ook de TVM-ploeg houdt het voor gezien. Pas 5 maanden na het begin van de Tour mag Priem Frankrijk verlaten. Het justitieonderzoek is nog niet afgerond. Ajax gaat naar de beurs. De belangstelling is enorm, ook bij de voetballers zelf. Maar in vragen over geld hebben ze weinig zin. Het gaat toch over geld vandaag? Ja, het gaat toch over Ajax? Ja, het gaat toch over geld? Dan ga je normale dingen, dan ga je niet van die maffe dingen. Met geld heeft het niets te maken, maar de broertjes de Boer willen van hun contract bij Ajax af. Het was een mooi boek, maar het is uit. De rechter beslist dat ze pas na de zomer weg mogen. De broertjes gaan weer aan de slag en het aandeel Ajax stijgt even. Toch blijkt het conflict meer kapot gemaakt te hebben dan aanvankelijk leek. Ajax, en zo ook het aandeel, blijft onder de maat presteren. Vlak voor de winterstop krijgt trainer Olsen de bons. Atjanya Yanaya. In mijn kreupele Russisch wanhopig. Dat werd de toestand in Rusland dit jaar. Met grootschalige corruptie, deels samenwerkend met georganiseerde criminaliteit. Een fiscale en financiële janboel wanhopig. Maar toch zou ik denken niet helemaal hopeloos. Want laten we toch vooral niet vergeten dat toen begin van ons deze eeuw het ongebreidelde vrije marktkapitalisme zich bij ons begon te ontplooien, toen deden zich in onze samenlevingen soortgelijke verschijnselen voor. In Amerika ontwikkelden zich de georganiseerde gangsterbendes. In Parijs waren financiële schandalen aan de orde van de dag. En de Duitsers, financiële janboel, hemelhoge inflatie, gevolgd door de georganiseerde misdaadgolf van het nazisme. Bedenk ook dat de Russen geen achtergebleven onderontwikkeld volkje zijn. Het is een zeer begaafd en zeer kunstzinnig volk. Hun schrijvers en componisten zijn wereldvermaard en hun ruimtevaartdeskundigen zijn de evenknie van de Amerikaanse. Revolutionair, agressief, nee, dat zijn ze bepaald niet, want de zogenaamde revolutie van 1917 was in werkelijkheid een staatsgreep van de communistische partij. En in geen ander land had een ex-krachtpatser Boris Jeltsin, nu een zielig wrak en een drinkenboer, ook nog zich zo lang kunnen handhaven. Nee, het probleem is dat het Russische volk, toegegeven, het is wat apathisch, lethargisch, onhebbelijke mensen zeggen gewoon, het zijn luie oplomofs, dat daar zich zo weinig hebben ontwikkeld tot krachtige, zelfstandige individuen. Zoals in de Noord-Atlantische christelijke cultuurgebieden het wel het geval is geweest. En zulke mensen zijn onontbeerlijk voor een moderne, sociaal-liberale, gecontroleerde, kapitalistische, democratische samenleving. Maar het Russische volk is met wat vingeroefeningen bezig. Er is toch een klein beetje democratie, ze leren. Een Kremlin zonder president. 3 premiers in een jaar. Een duizelingwekkende val van de roebel. De politieke en economische chaos in Rusland is dit jaar compleet geworden. In maart wordt premier Tsjernomyrdin ontslagen. Jarenlang was hij Jeltsin steun en toeverlaat, nu wordt hij afgedankt. Zijn opvolger is jong en energiek, Sergej Kirjenko, de man van echte hervormingen.
Maar de oppermachtige zakenwereld ziet niets in verdere hervormingen. En Kirienko moet al na 5 maanden het veld ruimen. De zakenwereld wil Tsjernomyrdin terug, maar de Duma denkt daar anders over. Jeltsin gaat akkoord met een compromis. Yevgeny Primakov wordt premier. Een man die het met iedereen goed kan vinden, maar juist daardoor niets kan doen om de crisis een halt toe te roepen. De Trans-Siberische spoorlijn ligt stil, geblokkeerd door mijnwerkers die al maanden geen salaris hebben gekregen. Andere mijnwerkers zijn naar Moskou getrokken om daar te demonstreren. Overal klinkt protest. Onderwijzers, boeren, artsen, gepensioneerden. Ze eisen uitbetaling van het salaris en het aftreden van de regering natuurlijk. De afgelopen jaren leek één ding tenminste gelukt in de droevige Russische economie. Het bestrijden van de inflatie. Maar in augustus stort de roebel in. De munt verliest in 1 week de helft van zijn waarde. Paniek bij de banken. Men vlucht in dollars en D-mark. De dagelijkse boodschappen worden voor velen onbetaalbaar. Het Internationaal Monetair Fonds trekt zijn handen van Rusland af. Pas als de regering met een degelijk crisisplan komt, valt er weer over steun te praten. De Russische burgers hebben steeds meer moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Het is eigenlijk heel menselijk. Een man van 67 die behoorlijk drinkt en een zwak hart heeft, kan beter geen zware baan houden. Maar Boris Yeltsin denkt niet aan opgeven. Ook al heeft hij niet meer de kracht om Rusland werkelijk te besturen. Op cruciale momenten verdwijnt Yeltsin naar zijn kliniek. En even onverwacht duikt hij weer op en slaat met de vuist op tafel. Als het even kan, demonstreert hij graag zijn vitaliteit. In november wordt hij geveld door een longontsteking. Hij is zo zwak dat het staatsbezoek van koningin Beatrix op het laatste moment wordt afgezegd. De macht over het land is Yeltsin dit jaar ontglipt, net als de controle over zijn lichaam. Rusland heeft zijn eigen millenniumprobleem. Wie wordt in 2000 de nieuwe president? Viktor Tsjernomyrdin krijgt bij zijn ontslag als premier de opdracht zich op die verkiezingen voor te bereiden. Maar de grijze apparatschik maakt weinig kans. Veel Russen houden hem verantwoordelijk voor de economische chaos. Op Tsjernomyrdins verjaardagsreceptie zien we een aantal politici die betere kaarten hebben. Vooral Yuri Lushkov, de populaire burgemeester van Moskou, maakt een goede kans in 2000. Zijn grote concurrent komt niet op zulke feestjes. Generaal Alexander Lebed, de man van orde en tucht. Hij wordt gouverneur van de Siberische provincie Krasnojarsk. Een gure, maar veilige uitvalsbasis. Populisten als Lebed en Lushkov branden nu niet hun handen aan de bestrijding van de crisis. Zij wachten hun kans af. En die komt in het jaar 2000. Thank you.
Er waren heel wat beelden te zien over de financiële storm die over de wereld raasde. Vertwijfelde burgers, eerst in Thailand, later in heel Zuidoost-Azië. Later veel minder erg vertwijfelde beurshandelaren die niet wisten hoe ze het hadden. Zij, kinderen van almaar hoger en almaar meer, maakten het tegenovergestelde mee. En nog later de experts, die kwamen verklaren, achteraf weliswaar, dat dit allemaal precies zo moest gebeuren. Al die beelden zeiden me eigenlijk niets. Ik heb er geamuseerd naar zitten kijken, dat wel. Maar er is wel degelijk een ander beeld bij me blijven hangen. Dat beeld van die meisjes in Thailand, waar het allemaal begon. En die de prostitutie in moesten, om zichzelf te onderhouden en hun familie. Want ach, er zijn mensen die klappen hebben opgelopen. Alhoewel, waar staat de Ajax vandaag? En het zal volgend jaar in Nederland allemaal wel wat minder gaan. Maar in Thailand en vele andere landen daar gaat het nog veel minder. En komt er voorlopig geen verbetering. Die meisjes zitten dus nog wel even in de prostitutie. Hoezo financiële tegenwind in West-Europa? Nu ben jij niet zich zo tegen mij, man! Ik bedoel, als u ziet wat voor omzetten er gedraaid worden, hoeveel mensen ermee bezig zijn en hoeveel miljoenen, miljarden gulden ze hier dagelijks worden verhandeld. Het zijn goede cijfers. Ik moet zeggen dat we dus het resultaat hebben van de restructuring. We got Detroit, Oklahoma, LA, Oakland. 1998, een topjaar. Een jaar van megafusies en miljardenovernames. Een jaar vol optimisme en ook eurokoorts. En een jaar met beloftes. Double digit growth en shareholders value. Een topjaar voor consument, aandeelhouder en bedrijf. Februari, maar het economisch klimaat kent geen vries of winterkou. Winsten die records breken en topmannen die dat tevreden wereldkundig maken. Heel kort samengevat dat er een grote groei is geweest, zowel in de divisie Nederland. We can look back at a very good year. Overvloed, maar ondertussen keldert de koers van de Indonesische rupia. De Azië-crisis blijft woekeren. De financiële markten daar beleven dieptepunten. Aziatische overheden, banken en bedrijven raken in geldnood. Maar de topmannen en politieke leiders hier bezweren dat het effect van de Azië-crisis minimaal zal zijn. Geldnood in het oosten, op de westerse financiële markten gaan de koersen alleen maar omhoog. Er is ook veel geld beschikbaar. 185.000 miljonairs telt Nederland. Een recordaantal. En na de zomer wordt er voor 34 miljard gulden aan hypotheken afgesloten. Een recordbedrag. En 2 miljoen Nederlanders die beleggen. Groeiende vermogens van particulieren en pensioenfondsen. En een werkloosheid die in 17 jaar niet zo laag was. Geld speelt geen rol. Bedrijven die andere bedrijven opkopen aan de lopende band. Fortis bood 22 miljard. ABN AMRO ging er met 2,5 miljard overheen en maakte er 24,5 miljard gulden van. Opnieuw het hoogste bod ooit gedaan door een Nederlandse onderneming. ABN AMRO zet eind mei hoog in een poging de Belgische Generale Bank in te lijven. Maar het charme-offensief van de bank opent geen deuren in Brussel. De overname van KBB door Vendex, al in februari aangekondigd, heeft in september nogal wat voeten in de aarde. We International, van de hij- en de zijwinkels, opent de aanval en Blokker later ook. Maar het leidt tot niets. Nou ja, tot teleurstelling. Door de beschermingsconstructie zouden we een langdurig juridisch gevecht aan moeten gaan om die constructie van tafel te krijgen. De zomer brengt verandering in het economische klimaat. De hoogterecords op de beurs halverwege juli. Later zullen ze het keerpunt blijken. Azië, Rusland, Latijns-Amerika. Het gevaar van een wereldwijde recessie dringt pas nu door en slaat bij beleggers meteen om in paniek. Flitskapitaal, hedge funds,
rente en speculatie. Het gevoel dicteert de markt en niet de feiten. Het gaat met grote schokken. Geen Black, maar wel een Bloody Monday op 21 september. De beurskoersen vliegen omlaag. Euforie maakt plaats voor behoedzaamheid. En zo wordt 1998 na de recordwinsten ook het jaar van de winstwaarschuwingen. Shell gaat versneld reorganiseren. De lage olieprijzen zetten de resultaten van het concern zwaar onder druk. De telefoniedochter van Philips, PCC, raakt dit jaar niet meer uit de verliezen. Dat blijkt uit een zogeheten winstwaarschuwing. Na Shell en Philips komt nu ook de KLM met een winstwaarschuwing. Terwijl multinationals banen schrappen, Shell, Mobil, Baan, Boeing, beginnen de beurzen, crisis of niet, aan een najaarsrally. Maar hoogtepunten duren dit jaar niet lang. De te late en soms ook verkeerde financiële inschattingen maken slachtoffers. Topmannen ruimen het veld. En beursspeculanten vallen door de mand. Want de zucht naar succes en geld kent in fraude zijn duistere zijde. ...1998, een topjaar, maar wel meteen ook het laatste van deze eeuw. De groei, de handel, de winsten, het wordt allemaal minder. En volgens sommigen moet de zwaarste klap in de Azië-crisis nog komen. In die wetenschap, en angstig voor de gevolgen, bereiden ook westerse economieën zich voor op mindere tijden. 1998, een topjaar, maar met een schok werd vastgesteld dat overvloed schaarser wordt. De Orion, het verkenningsvliegtuig van de Koninklijke Marine dat wordt ingezet bij de drugsbestrijding, wordt zelf gebruikt voor de smokkel van cocaïne van Aruba naar Nederland. Drie Nederlandse mariniers en 11 burgers worden gearresteerd. Het is pijnlijk dat zich dit voordoet. Dat is een buitengewoon ernstige zaak. Wij worden vanuit Nederland vaak als rovernest uitgemaakt. Ten onrechte. De marechaussee was al geruime tijd op de hoogte van de smokkelplannen. Maar het zou kunnen zijn dat een aantal eerdere drugstransporten wel is gelukt. De introductie van de Viagra-pil spreekt sterk tot de verbeelding. Er blijkt grote behoefte aan een pil die de erectie bevordert. Ik denk dat je er een heleboel ellende mee kunt oplossen. De Viagra-pil blijkt wel degelijk de oplossing voor een serieus medisch probleem. Maar dat niet alleen. Omdat er geld mee te verdienen is. Ontwikkelingen in de geneesmiddelenindustrie die worden natuurlijk vooral ingegeven of ook ingegeven door financiële aspecten. Wel is het zo dat Viagra alleen maar gebruikt mag worden als het is voorgeschreven door een arts. Bomaanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania. Er zijn honderden slachtoffers. Verreweg de meesten zijn Kenianen. De daders worden al spoedig gepakt. Het zijn fundamentalistische moslims. Het brein achter de aanslag is de Saoedische multimiljonair Bin Laden, die zich schuilhoudt in Afghanistan. We will use all the means at our disposal to bring those responsible to justice. Bin Laden overleeft Amerikaanse raketbeschietingen, onder meer op een fabriek in Soedan waar chemische wapens zouden worden gemaakt. Met een militaire ereparade neemt de Duitse bondskanselier Kohl afscheid. Hij heeft een grote verkiezingsnederlaag geleden. We hebben die Wahl verloren, ik in Sonderheid, en daarvoor overneem ik ook natuurlijk die verantwoording. De sociaaldemocraat Schröder krijgt steun van Wim Kok. Het poldermodel valt goed in Duitsland. Die Holländer hebben ons dat, wie ik vind, zeer exemplarisch voorgemaakt. Daar kan men een menge van leren. De komende jaren wordt Duitsland geregeerd door bondskanselier Schröder als leider van een rood-groene coalitie. Dat vind ik zelf heel schokkend, dat jongetje dat, schat ik, met enig voorbouw tussen 12 maanden en 18 maanden.
In een flat in Zandvoort treft de politie schokkend materiaal aan. Kinderporno, op grote schaal via internet verspreid. Er komen zeer veel beelden van internet op. De man die deze disc heeft samengesteld moet een specialist zijn geweest om een dergelijk bestand te kunnen aanleggen. Er is veel kritiek op het vervolgingsbeleid van politie en justitie. Met als gevolg dat kinderporno nu feller dan ooit wordt bestreden. Centraal-Afrika ontploft halverwege het jaar. Het conflict tussen Congo en Rwanda mondt uit in een gevaarlijke burenruzie. Buurlanden als Angola, Oeganda, Zimbabwe en Namibië kiezen partij voor of tegen president Kabila van Congo. Een vredestop in Zuid-Afrika onder leiding van president Mandela levert weinig op. De hoofdrolspelers laten zich daar niet zien. In Centraal-Afrika is nu de situatie nog altijd even explosief. De Gay Games beheersen het straatbeeld van Amsterdam. Een sportieve en culturele happening die homo's en lesbiennes van over de hele wereld bij elkaar brengt. Het feest wordt bijna afgelast als blijkt dat de penningmeester de schuldeisers niet kan betalen. De gemeente Amsterdam moet met miljoenen bijspringen. We zijn inderdaad zeer geschrokken omdat we dit ook totaal niet hebben zien aankomen. En er zijn ook nog sportwedstrijden. Maar het meedoen lijkt belangrijker dan het winnen. De naam klinkt onschuldig, Mitch. Maar in Midden-Amerika zullen ze nooit meer vergeten. De orkaan die dood en verderf zaaide. Duizenden doden en vermisten, miljoenen daklozen. Landen als Nicaragua, El Salvador, Honduras en Guatemala werden jaren in hun ontwikkeling teruggezet. De wereld reageerde, er kwam hulp. Onder meer uit Nederland, waar een nationale inzamelingsactie werd gehouden op de televisie. De opbrengst was uiteindelijk ruim 100 miljoen gulden. Begin november. De orkaan Mitch raast over Midden-Amerika. Windstoten tot 350 km per uur, gevolgd door enorme stortbuien. Op sommige plaatsen valt in 3 dagen tijd 1,5 meter regen. De kraterwand van de vulkaan Casitas kan de druk van al het water niet aan. Onder een lawine van modder en stenen worden 5 Nicaraguaanse dorpen begraven. Meer dan 2000 mensen komen om. Y después yo me lo me pegó y sentí que yo estaba en el aire, sentí. Después sentí que bajé y tenía pensado un pie en rama. Mitch trekt ook een spoor van vernielingen door de hoofdstad van Honduras, Tegucigalpa. ¿Qué río este? ¿Cómo ha dado que hacer? Ha destruido varios puentes totalmente. Hulp bereikt de slachtoffers moeizaam. Bruggen en wegen zijn weggeslagen. Honger en ziekte dreigen. Nederlandse mariniers bieden hulp vanaf een Brits vliegdekschip. Met helikopters en rubberboten bereiken ze dorpjes diep in de binnenlanden van Nicaragua en Honduras. En dan gaan we nu beginnen met het dorp op de ruimen. Mitch, met ruim 11.000 doden, duizenden vermisten en miljoenen daklozen, is een van de rampzaligste orkanen ooit. Maar Mitch is ook een symbool van nieuw leven. Cuando nació el niño? El 2 de noviembre. ¿Y cómo se llama? Mix.
¿Por qué tienes este nombre? Porque nació el día del huracán. En voorzichtig komt het leven weer op gang. Voor de eerste themaavond van BNN ben ik in oktober naar Noord-Ierland geweest. Daar heb ik een reportage gemaakt over de Troubles. En dan vooral over wat een burgeroorlog betekent voor de Noord-Ierse jeugd. En het heeft ontzettend veel indruk op me gemaakt. Het is heel raar om te zien in een land zo dicht bij huis, wat zo westers is en wat zo bekend en vertrouwd voelt, een oorlog aan de gang is die eigenlijk alles bepaalt. Natuurlijk zijn er veel ergere plekken in de wereld. De oorlog in voormalig Joegoslavië is veel verwoestender. En jaarlijks sterven er in Colombia meer mensen door politiek geweld dan in de laatste 25 jaar in Noord-Ierland. Maar toch, hoe kan het dat katholieken en protestanten overal ter wereld naast elkaar kunnen leven, maar daar elkaar naar het leven staan? En dat de jongeren totaal gescheiden van elkaar opgroeien? Kan je je voorstellen, bomaanslagen tussen de KRO en de NCRV? Te gek voor woorden, maar wel de realiteit in Belfast. Maar er zijn ook positieve geluiden. Er is een wapenstilstand, een vredesakkoord en steeds meer jongeren gaan naar gemengde scholen. Dat is de toekomst dus. Maar de jongeren zelf hebben er minder vertrouwen in. Letterlijk wordt er gezegd dat de twee bevolkingsgroepen nooit echt in vrede en in harmonie naast elkaar zullen leven. En dat is heel erg. Maar het zal wel schelen als er tenminste geen doden meer vallen. The future belongs to the decent people of Northern Ireland. It does not belong to the criminals and the psychopaths. Toen minister Mulmolem naar de Mees kwam om rechtstreeks met de gevangenen daar te onderhandelen, wist de IRA dat het menens was. In de kwart eeuw van het conflict in Noord-Ierland had de Britse regering alleen in het geheim via tussenpersonen, priesters, plaatselijke politici of spionnen met de mannen van het geweld onderhandeld. I've learned at first hand what their anxieties are. They in turn have listened to the points that I've outlined. De gok van de minister lukte. Sinn Féin ging meepraten en vlak voor Pasen kwamen de Noord-Ierse partijen en de Britse en Ierse premiers bijeen bij Stormont buiten Belfast. There are difficult questions that are still to be decided, but we've got to make sure those difficult questions are decided. Het vredesakkoord van Goede Vrijdag, een historisch verdrag tussen Noord-Ierse politieke partijen, waarvan een aantal delegaties zich in het verleden meer met het geweld dan met praten bezig gehouden hadden. De popgroep U2 bracht de oude vijanden, de protestantse leider David Trimble en de katholiek John Hume, op één podium samen. Bij het referendum stemde de overgrote meerderheid van de Noord-Ieren voor vrede. Bij de verkiezingen die volgden wonnen de vredelievende kandidaten. Is it getting better? Or do you feel the same? Yes. 71.12%. De protestanten van de harde lijn, zoals dominee Paisley, waren woedend. Tijdens het zogenaamde marcheerseizoen in juli volgde een golf van protestants geweld. Meer dan 100 huizen van katholieken werden in brand gestoken. In dit huis bij Bellemoney kwamen 3 kinderen in de vlammen om. It could have been us. I've never been to a sadder funeral in my life. Er volgde een moment van bezinning. Maar vlak daarna kwam de bomaanslag van een IRA splintergroep, de zogenaamde echte IRA, in Omagh. We must be strong and we must be determined and we must say that these people who have perpetrated this deed will not win. Noord-Ierlands nieuwe eerste minister, de protestant David Trimble, kreeg samen met zijn katholieke collega John Hume de Nobel Vredesprijs. And it's imperative that I take the medal home, if only to prove I've been to
to Oslo. And the way politics works in Northern Ireland, if John Hume has a medal, then I must have one too. Het geluid van de militaire helikopters verstomt. Meer dan 200 gevangenen zijn vervroegd vrijgelaten, maar op dit moment weigeren de protestanten om met Sinn Féin in één regering te zitten, zolang de IRA geen wapens ingeleverd heeft. Twee keer, in februari en in november, werd op het nippertje een aanval voorkomen. Maar in december was het raak. Twee weken geleden voerden Britse en Amerikaanse gevechtsvliegtuigen een aanval uit op Irak. Saddam Hussein had voor de derde maal VN-wapeninspecteurs het werken onmogelijk gemaakt. De Amerikaanse geloofwaardigheid stond op het spel, zei Clinton. Maar ook kon de president de aandacht van zijn eigen problemen afleiden. De aanval werd ingezet. Het Irak van Saddam Hussein. Al 7 jaar lang probeert de westerse wereld, Amerika voorop, het land te temmen. Met bitter weinig resultaat. Begin dit jaar worden de wapeninspecteurs van de VN door Irak het land uitgezet. Amerika dreigt. I know that the people we may call upon in uniform are ready. The American people have to be ready as well. Saddam tart en sart tot op het allerlaatste moment. We will not allow Saddam Hussein to take us from crisis to crisis. De secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, reist naar Bagdad en bereikt een akkoord. Amerika wikt en slikt tenslotte. Saddam Hussein reversing course, letting the inspectors go back to work without restrictions or conditions. Maar in november meldt UNSCOM dat ze opnieuw worden tegengewerkt. Onmiddellijk is daar de oorlogsdreiging. This is unacceptable. That none of us can tolerate an Iraq free to develop weapons. Saddam belooft weer op het laatste moment beterschap. De vliegtuigen zijn al onderweg als Clinton de aanval afblaast. Als Irak daarna opnieuw tegenwerkt, gaat operatie Desert Fox van start. We are well on course to meet our objectives. We have achieved our mission. We have inflicted significant damage on Saddam's weapons of mass destruction programs. Maar ook Irak viert de overwinning. Aangeslagen, maar niet verslagen. The truth is, whilst he remains in power, treating his people in the way that he is always a danger. Het Irak van Saddam Hussein. Het opheffen van de economische sancties lijkt ver weg. De dreiging van nieuwe bombardementen blijft bestaan. In Zuid-Afrika presenteert de Waarheidscommissie haar rapport. Aartsbisschop Tutu, voorzitter van die commissie, overhandigt de 3500 pagina's persoonlijk aan president Mandela. De inhoud van het rapport is minder feestelijk dan de overhandiging doet vermoeden. Er staat onomwonden geschreven dat alle partijen, dus ook het ANC van Mandela, zich tijdens het apartheidsregime schuldig hebben gemaakt aan buitensporig geweld. Het dossier is niet compleet. Voormalig president de Klerk slaagt erin om zijn uitspraken uit het rapport te krijgen. In de Verenigde Staten proberen Israëlische en Palestijnse delegaties onder leiding van de Amerikanen het vredesproces nieuw leven in te blazen. Het is voor het eerst in maanden dat de partijen aan één tafel zitten. 9 dagen lang sluiten ze zich af van de buitenwereld in Wye River en dan is er, op papier, een akkoord. Uitvoering blijkt, vooral voor de Israëlische premier, moeilijk. Niks helpt. Zelfs niet het historisch bezoek van president Clinton aan de Palestijnse gebieden. De Israëlische politiek is zo ernstig verdeeld dat het kabinet Netanyahu uiteindelijk valt. De Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan is het meest besproken schilderij van dit jaar. De Nederlandse Bank wil voor 1 keer een spectaculaire aankoop mogelijk maken. Na een 1-2'tje met minister Zalm van Financiën en minister-president Kok wordt de Victory Boogie Woogie aangekocht voor 80 miljoen gulden. De Tweede Kamer keurt de gang van zaken ernstig af. Premier Kok betuigt spijt. Het enige risico dat u opnieuw met spontaan reagerende bewindslieden te maken krijgt, die zeggen prachtig, dat loopt u niet meer. Groot-Brittannië arresteert tot ieders verrassing de Chileense ex-dictator Pinochet.
Ook tot zijn eigen verbazing, want Pinochet was in Groot-Brittannië voor een operatie en ging ervan uit dat hij als Chileens parlementariër politiek onschendbaar zou zijn. Zijn arrestatie maakt veel emoties los bij voor- en tegenstanders, zoals hier in Londen. Een Spaanse onderzoeksrechter had om de arrestatie gevraagd. Hij wil Pinochet aanklagen wegens de moord op 94 mensen. Chili is woedend en eist vrijlating. Het hoogste Britse rechtscollege vindt eerst de arrestatie rechtmatig, maar komt binnenkort met een nieuwe uitspraak. Onder dreiging van bombardementen van de NAVO besluit de Joegoslavische president Milosevic zijn troepen uit Kosovo terug te trekken. Dit jaar laait het conflict tussen de Serviërs en de gewapende etnische Albanese in de Servische provincie weer op. Het kost aan meer dan 1500 mensen het leven. Duizenden zoeken hun heil in de bergen, weg van het geweld. De OVSE, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, stuurt ongewapende waarnemers die toezien op het bestand. In Macedonië stationeert de NAVO een evacuatiemacht. Nederland doet aan beide mee. De Amerikaanse astronaut en oud-senator John Glenn maakt zijn rentrée in de ruimte. Hij was al de eerste Amerikaan, nu is hij ook de oudste mens ooit in een baan om de aarde. 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery with a crew of 6 astronaut heroes and one American legend. De ruimtevlucht van de 77-jarige Glenn moet gegevens opleveren over de invloed van een ruimteverblijf op ouderdom. De vlucht houdt de Amerikanen dagen aan het scherm gekluisterd. En Glenn wordt na zijn terugkomst gehuldigd met een traditionele tickertape parade. Voor Royalty Watchers was het een royaal jaar. Eerst mochten wij, haar volk, kijken naar het in- en uitstappen van de gasten bij de diverse feestelijkheden ter ere van Majesteits 60ste verjaardag. We speculeerden er vrolijk op los of we binnenkort mochten horen van een aanstaand morganatisch huwelijk. Want de veelbesproken Emily werd, weliswaar via achterdeuren en op achterste rijen, getolereerd bij kerkdiensten en dansfeesten. De Majesteit was het gehele jaar weer hoog ter hoed, waaronder stevast haar storm- en brommenvast kapsel. Ook tijdens het uitspreken van de troonrede bleek hoezeer de coiffure van haarzelf en haar gemaal haar zorg geeft. De opstandige kuif van prins Klaus werd verbaal door majesteit platgestreken. De ecumene werd door onze voormalige moeder des vaderlands, prinses Juliana, behartigd door het nuttigen van een hostie tijdens de huwelijksvoltrekking van prins Maurits met Marilène van den Broek. Wilde discussie volgde, heerlijk. Helaas, helaas, het moment van scheiden van onze kroonprins brak voor Emily aan. De hoop op een morganatisch huwelijk werd wreed de bodem ingeslagen, zodat de jacht op een prinses met blauw bloed weer is geopend. Prins Klaus wierp, ten aanschouwe van velen, zijn stropdas af. Een gebaar dat met luid gejuich werd begroet, misschien het begin van de bevrijding van alle knellende banden. En hoewel ik af en toe republikeinse opvliegers voel, werd ik weer 100% koninginnengezind toen ik de majesteit met ongetoupeerd haar en op grote rubberlaarzen ons vochtig land zag inspecteren. Daar kan geen gekozen president tegenop. Koningin Beatrix begint het jaar goed. Ze wordt 60 jaar. Er komen talloze bevriende staatshoofden en regeringsleiders. Afgezien van dit rondje Apeldoorn is het feest niet voor het volk. Dat wordt, zo laat het Hof weten, altijd op 30 april gevierd. Daarna is Beatrix er weer voor het volk op Prinsjesdag. Ze is er ook als Noordoost-Nederland onder water loopt. De Oranjes bezoeken dit jaar veel ziekenhuizen. Prinses Juliana breekt haar heup. Haar 89ste verjaardag viert de prinses in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. Ja, veel dank voor uw belangstelling. Heb je haar gesproken? Is lekker. Ja, dank u wel. Na haar ontslag uit het ziekenhuis gaat het herstel moeizaam. De RVD meldt dat de prinses acuut verward is. Prins Klaus en prins Bernhard worden beiden aan de prostaat geopereerd. De hele familie komt op bezoek bij prins Klaus in Duitsland. Vrij onverwacht is hij daar geopereerd door een bevriende arts. Waarom hebben gerade Sie diese Operation gemacht?
Und es hat vielleicht zwei Gründe. Einerseits ist Prinz Klaus mit Hamburg etwas verbunden, ist familiär verbunden, er hat zwei Schwestern hier. Und zum anderen, man verbindet uns eine lange Bekanntschaft, fast Freundschaft. Und so war es eine persönliche Entscheidung, das hier machen zu lassen. Ein paar Monate später ist der Prinz wieder in het Nieuws. Er geht de strijd an mit der Stropdas. Het hoogtepunt ist natürlich de bruiloft. Prins Maurits huwt zijn Marilène. De bruiloft is over twee dagen verdeeld. Eerst op vrijdag het burgerlijk huwelijk. Wet aan het huwelijk zijn verbonden. Wat is daarop uw antwoord? Ja. En op zaterdag het kerkelijk huwelijk. Tot de dood je scheidt. Ja, dat beloof ik. Een katholiek meisje en een hervormde jongen, een ecumenische dienst dus. Niets aan de hand totdat een deel van de hervormde Oranje-familie ter communie gaat en er een relletje is geboren. Het doet overigens niks af aan de rijtour door de stad. En dan Willem-Alexander. Hij is veel in het nieuws dit jaar en vaak vanwege zijn relatie met Emily Bremers. Dit jaar besteden alle media aandacht aan de twee. Niet alleen de roddelbladen, maar ook de zogenaamde serieuze media liggen in de bosjes voor dat ene plaatje. Is ze bijvoorbeeld aanwezig bij de bruiloft? Ja, tussen de gewone gasten. Willem-Alexander vermaakt zich intussen met de andere genodigden. En net op het moment dat de zogenaamd goed ingewijden een verloving verwachten, is daar de breuk. Het is uit. Emily zelf heeft voorlopig het laatste woord. Ja, het is uit. Ik kan nu weer verder met mijn eigen leven. En dat geldt natuurlijk ook voor Willem-Alexander, die zijn energie kan stoppen in het watermanagement. Premier Kok gaf het een tijdje geleden zelf toe. Het tweede Paarse kabinet heeft geen droomstart gemaakt. Tijdens de formatie, afgelopen zomer, slaagden PvdA, VVD en D66 er al niet in om een wervend motto te bedenken. En de eerste maanden van Kok 2 werden gekenmerkt door een reeks van incidenten. De paarse verliefdheid is definitief voorbij. En de relatie begint al wat te schuren en te kraken. Wat is het allemaal flats? Wat is het allemaal lauw? Bescheidenheid is een grote deugd. Maar een beetje ambitie. Een beetje aspiratie heeft zelfs een kabinet nodig dat ons land het volgende millennium binnen moet leiden. Een wervend paars vergezicht voor het derde millennium bleek een te zware opgave. Zelfs in de regeringsverklaring, reikhalzend naar uitgekeken, wekenlang, ontbreekt een missie. Het kabinet is geheel in de stijl van de minister-president gewoon begonnen, als opnieuw een gewoon kabinet. Ik had het niet erg gevonden als het kabinet zelf met iets meer veergezicht had willen laten zien wat men van plan is. Aan de andere kant, je moet een kabinet beoordelen op datgene wat het doet. Tom de Graaf wordt in de zomer na de verkiezingen de opvolger van Hans van Mierlo en onderhandelt namens D66 tijdens de kabinetsformatie. D66 wil ondanks een forse verkiezingsnederlaag toch doorgaan met Paars 2. Na 3 maanden onderhandelen is het tweede kabinet Kok een feit. Ik heb als het meest interessante in de vorige periode gevonden dat de Partij van de Arbeid en de VVD elkaar de maat hebben genomen. Wij hebben de Partij van de Arbeid de maat genomen of zij ook de financiën goed konden beheren. Zij hebben ons de maat genomen als het gaat om de sociale problematiek of wij wel echt geïnteresseerd waren in mensen die in de knel zitten. Nou ja, die klassieke tegenstellingen tussen PvdA en VVD die worden niet opgelost. Want ook deze samenwerking in deze coalitie die is tot stand gekomen op basis van een nuchter compromis. Ik vind de instroom van asiel in het algemeen zeer verontrustend. Ik vind het bedenkelijk dat de verschillen tussen diverse landen in Europa zo groot worden als ze nu zijn. In ieder concreet geval doet dat pijn. En daar kunnen wij niet voor weglopen. Dat maakt dat het beleid wat terechtkomt in die individuele gevallen ons allen zo bezighoudt. Ook om 14:15 's nachts.
mensen die direct overtuigend kunnen aantonen dat zij ook daadwerkelijk een politieke vluchteling zijn, die kunnen eerder in opvang worden genomen. Anderen zullen eerst, zoals u weet, in die tenten moeten wachten voordat ze in de opvangprocedures kunnen komen. Dat is niet leuk, dat is voor niemand leuk. In de eerste plaats, de staatssecretaris van Justitie zal dat zelf vreselijk vinden. Maar je kunt ook niet anders en dan moet je ook bereid zijn om dat duidelijk te zeggen. Wat de asielzoekers betreft, daar blijf ik me zorgen over houden. Want er wordt nu wel breed erkend dat we ook op de korte termijn met een groot probleem zitten. Alleen ik zie nog niet veel concrete resultaten en ja, die moet je natuurlijk zien. Hans Dijkstal volgt na de formatie Frits Bolkestein op als politiek leider van de VVD. Voor de asieldiscussie blijkt dat tijdens de eerste maanden van Kok 2 geen verschil te maken. VVD en PvdA vliegen elkaar regelmatig in de haren. Het andere grote politieke conflict draaide om Schiphol. Boerendol worden we ervan. Niet van de bereidheid om anticiperend te gedogen, zoals we eerder hebben aangegeven. Maar de vraag is wel steeds meer, waarop anticiperen we? En wat worden we geacht te gedogen? Ik weet één ding heel goed. De lange termijn oplossing in Schiphol en alles wat daar eventueel aanvullend en zo op moet volgen, dat wordt toch een hell of a job. Een enorm probleem. Sommige problemen die zijn ook niet makkelijk om op te lossen. En sommige problemen kosten tijd en energie en veel gedoe voordat je eruit komt. Dus mijn maatstaf zou zijn er nou eigenlijk indrukwekkende alternatieven waarvan je zegt, ja, daar had het kabinet beter en eerder aan moeten denken om zodoende wel een droomstart te kunnen maken. Maar zo simpel ligt het natuurlijk niet. Dit kabinet zal natuurlijk ook zichzelf echt moeten bewijzen op het moment dat het tegenzit, dat het lastiger wordt. En je dan afhankelijk bent van die samenwerking in het kabinet en het gemeenschappelijk draagvlak binnen de coalitie. We gaan een moeilijk jaar in omdat we toch uit zijn gegaan van een bepaalde economische groei met alle financiële ruimte die daarbij zit. En we toch nu al weten dat dat tegen zal vallen. En dat betekent dat grote wensen die er waren, daar zal een stukje op ingeleverd moeten worden. En dat wordt natuurlijk een heel gevecht over waar gaat dan de bezuiniging plaatsvinden. Volgens mij was de echte testcase al afgelopen zomer of we bij die voorzichtige aannames van wat de economische groei ons aan mogelijkheden biedt voor de komende jaren er gezamenlijk uit konden komen. En dat is naar mijn mening op een redelijk evenwichtige manier gebeurd. In ieder geval heb ik de indruk dat we zo ook sterk en sociaal verder kunnen in de komende jaren. En dat blijft natuurlijk voor de Partij van de Arbeid wel de maatstaf om mee te kunnen doen aan deze coalitiesamenwerking. Ik zou natuurlijk jokken als ik zou zeggen dat dit een droomstart is geweest. We moeten het niet mooier maken dan het is. Het zit op dit moment niet in alle opzichten mee. En daar zullen we zeker ook zelf wel eens aanleiding toe hebben gegeven. Dat mag niet worden uitgesloten dat het soms ook wel eens aan onszelf ligt. Maar niet dramatiseren. Net zo goed als dat onder andere omstandigheden we ook niet soms zo super enthousiast moesten zijn als we ook wel eens waren. Ik heb geen haast, zei Willem-Alexander. Ik stort mij als oprechte Nederlander op het watermanagement en overleg. En de onderdanen, ach, die komen later. Nou, het was leuk hoor, lieve help, daar was het water en het spoelde alle onderdanen weg. Er brak een zomer aan van onbegrensde ellende. Want het droop, het goot, het plensde. Het werd het natste jaar van deze eeuw. Want ook de herfst kwam ons bespatten en doordrenken. En ik moest aan 53 denken en aan die watertrappelende Zeeuwse leeuw. De dijken kreunden, de rivieren zwollen, de velden nat van weggerotte knollen, de koningin met rare laarzen aan. Er waren vloeken, tranen, boze woorden en we zagen in het oosten en het noorden ons waterlandje onder water staan. Zelfs het kerstfeest had er last van deze keer. Zwarte wolken bleken alom op te doemen. En Maria zei, nou regent het alweer. Ik stel voor dat we het kindje Noach noemen. Ja?
heeft het ongetwijfeld gemerkt. Het was een verschrikkelijk nat jaar. Er viel meer hemelwater dan ooit. Gemiddeld valt er in een jaar deze hoeveelheid, 803 mm. Maar in 1998 viel er nu al anderhalf keer zoveel. Meer dan in het oude recordjaar 1965. De zomer is al echt Nederlands. Koel met veel buien. Noodweer in juni veroorzaakt een eerste waterleed. Veel mensen vluchten naar het buitenland, maar daar is het ook niet overal pluis. Halverwege september begint het pas echt uitzonderlijk te worden. In Limburg lopen straten onder en in Zuidwest-Nederland zijn de aardappels aan gort. De prijs zal best wel wat naar boven gaan door deze catastrofe, denk ik. Ja. Eind oktober is het Noordoosten aan de beurt. De verzadigde bodem kan al het water niet meer opnemen. Wel een stropje. Nou, dus er was echt helemaal geen grijpen meer aan. Er staat zo'n eind zo in de keuken. Bureaucratische gedoe. Ik kan niks anders doen dan zeggen dat me dat zeer spijt. De Nederlander negeert de borden, al zijn ze vierkant of rond. We moeten weer samen met die natuurlijke omstandigheden, en in Nederland is dat water, leren lezen. Wat we volgend jaar voor weer krijgen, daar kan ik ook niks aan doen. Maar ik wens u wel alle hoge en lage drukgebieden op de momenten dat u ze zelf wil hebben. Maar ja, bedenkt u, hè? We hebben een zeeklimaat. Natte winters, natte zomers. Het was het jarenoverzicht 1998. Het journaal gaat weer over tot de waan van de dag. Op naar 1999, het laatste jaar van dit millennium. En we wensen u alle goeds toe. Dit NOS-jaaroverzicht van het journaal wordt morgen herhaald om 2:30 op deze zender TV2.